De gemeente Sneek wil het starters op de koopwoningmarkt gemakkelijker maken een huis te kopen. Daarom ondertekende de Sneeker wethouder Hans van den Broek donderdag een deelnemingsovereenkomst met de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. De gemeente Sneek maakt daardoor een starterslening mogelijk. Koopstarters moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wethouder Hans van den Broek. We hebben een vrij ruime regeling als starters gaat. Eén ding moet duidelijk zijn. Iemand die nu een koopwoning bezit, dat beschouwen wij niet als een starter. Je moet wel een jaar ingeschreven staan binnen de gemeente Sneek. Dat is een bescheiden voorwaarde. En voor de rest zijn er eigenlijk weinig beperkingen. We kennen dus bijvoorbeeld ook geen leeftijdsgrens. Dus ook iemand die veel ouder is, maar bijvoorbeeld helaas in een echtscheidingsprocedure terecht is gekomen, zou starter kunnen zijn. Waarom zo'n regeling die zo ruim toegepast wordt? Dit is niet alleen een maatregel om de doorstroming in de markt te behoeden, zoals een belangrijke motivatie had kunnen zijn. Wij denken dat het maar een bescheiden zal zijn, die doorstroming. Wij beschouwen het meer als een maatregel van sociaal-maatschappelijke aard. We helpen hiermee de lage inkomensgroepen, met name in het bijzonder de jongere starters. Geef een klein setje mee om toch nog net in staat te zijn om een koopwoning te kunnen kopen. Zijn er beperkingen in de hoogte van het koopbedrag? Ja, dat is niet oneindig, hè? Dat is wel zo. Voor snekenregeling, als je dat uitrekent, dan zit je op maximaal een koopwoning van een waarde van ongeveer 200.000 euro. Dat is het maximum. Met 100, hè? U bent de 196e deelnemer van SVM na de gemeentelijke herindeling. We zijn weer bij 193 begonnen in december. En u bent de 8e deelnemer van de provincie Friesland. En de 93ste deelnemer die de starterslening in uitvoering heeft. En daar volgen er nog veel dit jaar. U had de wind mee, want het viel precies samen met een landelijke regeling. Ja, we hadden ook een beetje op gegokt hoor. We waren sowieso van plan om het te doen, dat wel. Maar de minister die ruim een jaar geleden al bij het mislukken van de koopsubsidie, we zullen het er nu niet over hebben wat dat is, maar die toen eigenlijk schoorvoetend zei, nou misschien moeten we toch gaan kijken naar starterslening, wat men vroeger helemaal niet wilde, de Rijksoverheid. En men heeft woord gehouden. De minister heeft 40 miljoen ter beschikking gesteld. En in december hebben ze de beschikking afgegeven. En wij noemen het nu from starterslening. En dat betekent dat de inzet van een gemeente, Sneek bijvoorbeeld 1 miljoen begint daarmee, dat de Rijksoverheid als het ware 1 miljoen erbij legt. Dus verdubbelt de mogelijkheden dat je in aanmerking kunt komen voor de starterslening. Hoeveel mensen kunnen er nou meegenieten van die 2 miljoen? Van die 2 miljoen, als ze het maximum bedrag nodig zouden hebben, dat hoeft natuurlijk niet, het kan ook kleiner zijn, als ze het maximum bedrag nodig zouden hebben, dan zouden er ongeveer 50 mensen gebruik van kunnen maken.